Goedemorgen iedereen, welkom weer terug bij een nieuwe video van de treinreiziger. Ik sta vandaag op een vrij winderig station Amsterdam Centraal. Het is zonder overgrote vandaag. En vandaag ga ik onderweg richting het zuiden van Limburg. De reden daarvoor is omdat we daar op zoek gaan naar een van de oudste stations van heel Nederland. En het station waar we heen gaan heeft zelfs het oudste stationsgebouw van heel Nederland. En het eerste gedeelte gaan we doen per ICE, vandaar dat ik begin op Amsterdam Centraal. De reden waarom we dat doen, zie je na de intro. Even voor de duidelijkheid, de Duitsers zouden de Duitsers niet zijn als het perron stampers vol is, want zowat heel Amsterdam heeft gestort op de ICE die ik zo meteen ga nemen. En de Duitsers zouden ook de Duitsers niet zijn als de trein nu al te laat is. Wordt een hele interessante video voor vandaag. Veel kijkplezier! Ja, ontzettend leuk dat je kijkt. Vandaag gaan wij dus de reis beginnen met de ICE 105 naar Basel. Deze trein rijdt alle dagen van de week, één keer per dag, om 8 uur 's ochtends. Het is nu ongeveer 7:55. De trein is nu dus al te laat. En de reden waarom we deze nemen is omdat deze vanaf komende zomer gaat verdwijnen. De reden is namelijk daarvoor hevige werkzaamheden in Duitsland, met name tussen Frankfurt en Mannheim, waardoor de trein er simpelweg gewoon niet langs kan. En door die werkzaamheden gaat de ICE dus uit dienst per komende zomer in juli om precies te zijn. Er komen ook nog nieuwe treinen naar Nederland. Dat is alleen niet de reden waarom deze eruit gaat. Die werkzaamheden zijn zo hevig dat de trein überhaupt niet eens meer naar Zwitserland kan. En daarom is besloten om deze trein per komende zomer eruit te halen. Wanneer die terugkeert, dat weet ik niet. Waarschijnlijk weet ik het niet. Dus voor nu, geniet er nog van. We gaan vandaag eerste klas naar Utrecht. Als ik een plekje weet te vinden. Want het is stampensvol, die ICE. Aan boord van de ICE 105 naar Basel. Deze gaat vanaf komende zomer er dus uit door die werkzaamheden in Duitsland. Ik zit in een van de beste plaatsen van het huis, namelijk in een volledig vrije coupé in de eerste klas, terwijl de rest van de trein stampensvol is. Perfect. We vertrekken nu. Deze trein gaan we naar Utrecht. Half 9, keurig op tijd aanbeland op station Utrecht Centraal. Zo waar, dat heb ik niet vaak met de Deutsche Bahn. De Europa IC heb ik al helemaal niet vaak gehad. Let er dus op, vanaf komende zomer gaat deze verbinding er dus uit. Door de hevige werkzaamheden in Duitsland. Dat was een zeer comfortabele rit in de eerste klas. Ik heb hier dan ook een half uur overstap op de volgende trein naar het zuiden. Utrecht Centraal dus, het grootste treinstation van Nederland. Vanaf hier is het nog een dikke reis van 2,5 uur richting het zuiden. Want waar gaan we vandaag heen met de trein? We gaan richting Valkenburg. Dat is een van de oudste treinstations, zo niet het oudste treinstation van heel Nederland. Het heeft namelijk het oudste stationsgebouw van heel Nederland, wat sinds die tijd niet is aangepast. Dus we hebben een reis van 2,5 uur voor de boeg richting Valkenburg. Daarvoor pakken we zo meteen als eerst de Intercity naar het zuiden. En die trein staat ook al op het scherm, de Intercity naar Maastricht. De klasreizen loont vandaag.
gaan we naar Eindhoven. Keureltijd aanbeland in Eindhoven, deze Intercity naar Maastricht. Wij moeten niet naar Maastricht voor Valkenburg, maar richting Heerlen, dus op naar spoor 4. De veer staat gereed. En als het dan niet beter kan, een volledig lege eerste klas. Aangekomen op het station van Heerlen op tijd midden in Parkstad in Limburg zijn we nu overtrouwelijk Arrivaland. We gaan zo meteen verder met Arriva. De trein die we zo meteen gaan pakken is de trein richting Maastricht. En dat is de trein die gaat over de mooiste spoorlijn naar mijn mening, namelijk de Heuvellandlijn. En daar ligt station Valkenburg. Stel, we gaan zo meteen omchecken en de trein pakken richting Valkenburg. De eerste klas zijn dezelfde stoelen, maar dan in een ander kleurtje. Op naar Valkenburg. Van harte welkom op het schattige stationnetje van Valkenburg. Een van de oudste stations van heel Nederland. En dit hier is de reden waarom ik hier naartoe ben gegaan. Het is namelijk het enige station in heel Nederland met het oudste nog bestaande stationsgebouw van heel Nederland. Het is namelijk al geopend sinds 1853 met dit stationsgebouw erbij. En dat is de reden waarom we hier naartoe zijn afgereisd. Het is een van de mooiste stations naar mijn mening. En het ligt zelfs aan de mooiste spoorlijn naar mijn mening van heel Nederland. En omdat dit station namelijk al bijna 171 jaar bestaat met dit stationsgebouw, kunnen we ook concluderen dat dit wellicht het oudste treinstation is van heel Nederland. En het is echt een pareltje.
Nou, je kan zeggen wat je wilt, maar dit station is echt een van de meest schattige treinstations van heel Nederland. En zo te zien staat hier ook nog een bijgebouwtje. Dit station heeft ook een busstation, al zijn ze wel blijven hangen in het jaar 2020. Nu ga je waarschijnlijk afvragen voor wat heeft dit stationsgebouw ooit als dienst gedaan, dus waarvoor is het gebruikt? Nou, het is echt door talloze dingen gebruikt en een van die dingen vandaag is bijvoorbeeld een horecateentje. Voordat we gaan nemen we nog even snel de bediening door van dit station. Dit station kent meerdere treinen in het uur. De meeste treinen gaan richting Duitsland, richting Aken of door richting Kerkrade. En aan de andere kant gaan ze allemaal terug naar Maastricht. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Dat moment is nu aangebroken. Ik ga zo meteen namelijk verder met de trein richting Maastricht, de mooie Heuvellandlijn afreizen. Dit stationtje is echt een pareltje in het zuiden van Limburg. Het ligt wel een eindje uit de richting, namelijk bijna 4 uur reizen vanuit het westen. Maar als je er eenmaal bent, kom je dit tegen. Dus dit station is het echt, het is de 4 uur reizen meer dan waard. Als we het een cijfer moeten geven van 1 tot 10, geven we toch wel echt een dik verdiende 9. Want het is echt een pareltje van het station, dat Valkenburg. Echt super mooi. En met de Arriva Limburg GTW keurig op tijd aangekomen in Maastricht. Maastricht is het eindpunt voor deze mooie reis dwars door heel Zuid-Limburg. Die begon vanmorgen in Amsterdam Centraal met de ICE naar Basel. Die rijdt vanaf de zomer niet meer vanwege de hevige werkzaamheden in Duitsland. Daardoor heeft de DB besloten om die verbinding eruit te halen. Daarna ben ik doorgereisd vanuit Utrecht richting Zuid-Limburg via onder andere Eindhoven en Heerlen. En vanaf daar heb ik de GTW gepakt over de Heuvellandlijn naar het prachtige station van Valkenburg. Het oudste nog bestaande station van heel Nederland. Het bestaat namelijk al sinds 1853, dus dat is 171 jaar. Dat is echt super lang. Wat ik alleen nog vergeten ben te vertellen, is dat het ook een station is voor de ZLSM. Ik ga nu lekker richting terug naar het westen, dus ik pak zo mijn OV-kaart en ik ga inchecken bij NS. En dan ga ik Maastricht verlaten, terug naar het westen. Vond je deze video leuk? Laat dan zeker een blauw duimpje achter, abonneer op mijn kanaal, laat een leuke reactie achter. Ik zie je bij een nieuwe video van de Treinreiziger. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.